Ja, vrienden, wat een toestand rond die Brunswijk. Ja, die Steven Brunswijk. Hebben we het allemaal gevolgd en gelezen ook allemaal. Ja, ja, dat, en dat gaat er dan over dat die Brunswijk, die was dus in Amsterdam, bij die Pride, weet ik veel. En die stond dan een andere vrouw te zoenen, gewoon in een volle platte buil, die stond een andere vrouw te zoenen dan zijn eigen vrouw. Nou, dat was dus weer gefotografeerd en daar viel een behoorlijk deel van Nederland, viel daar dus vrolijk overheen. En hij kreeg een bak kritiek en hij moest zichzelf gaan verdedigen. Die Brunswijk wilde, ja, hij was een vreemdgaan, weet ik veel. En hij zei van, nee, dat is geen vreemdgaan, want mijn vrouw en ik hebben daar afspraken over. Wij vinden het allemaal hartstikke leuk. En ik mag af en toe gewoon even een ander vol op de platte bek gaan. Nou, en in ieder geval, ja, en ik heb daar verder geen oordeel over, vrienden. Nee, want ik vind het verder allemaal best. Iedereen moet het zelf weten. Ja, dat zijn afspraken die je onderling maakt. En als je zegt van, ja, we hebben een open relatie en je gaat je gang maar en zoek het uit. Ik vind het allemaal top. Nou, goed. Maar ik heb het daarover. Ik zeg, ja, ik heb het daar dan thuis met Jut over. En ik zeg, ja, die Brunswijk, die mag gewoon zijn gang gaan. En toen, hup, toen veranderde gelijk de sfeer in huis. Hij is even meegen. En zij zei alleen maar, Jut zegt van, je weet wat ik daarover gezegd heb. Ja, en dat weet ik. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja, dat is. Na een paar weken, toen we elkaar ontmoet hadden, toen kreeg ik die toespraak al. Ja, jij gaat zitten en jij gaat heel goed naar mij luisteren. Ja, en toen kwam ze dus zo, hier let op, hè, zo. Kwam ze zo, met haar gezicht, kwam ze zo voor me. Zo, bijna, zie je, bijna tegen mijn neus aan. Ja, zo dichtbij kwam ze, zo dichtbij. Ja, en toen zei ze, en nou ga je heel goed naar mij luisteren. Er kwam een vingertje bij, nou dan weet je het wel, vingertje erbij. En toen zei ze, dat zet jij gewoon uit je hoofd. Want als je dat ooit doet bij mij, en als je dat ooit flikt bij mij, ja, op die tonen, dan, en toen, en om het een beetje licht te houden, toen zei ik dan, zei ik nou, dan ga jij het huis uit. Nee, zei ze, nee. Ik ga niet het huis uit. Dan ga jij het huis uit. Eerst jij, heel snel, woep. En je koffer erachteraan. Onthoud dat goed. Woep, vrienden. Dat is maar één keer gezegd. Dat heb ik goed in de oortjes geknoopt. Oeh, ja. Ja, heel weinig Brunswijk hier. Ja, nee, helemaal niet. 0-0 van het al. Nee, gewoon nog ouderwets, vrienden. Zoals het misschien hoort, ik weet het niet. Maar ja, en zo zit het hier in Huizen Vermegen. Bij jullie ook?